Het plaatselijk actiecomité Opgeruimd staat netjes wil het publiek aansporen tot het schoonhouden van de stad en organiseert de actie Bezem Schoon. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken is er een grote openingsmanifestatie op de Koolsingel. Na een lange tocht door de stad arriveert op vrijdag een optocht van de jongens van de havenvakschool met een drumband en een oplegger die een scheepsmast van 13 meter lengte vervoert. Hier, voor het stadhuis, weten de toekomstige havenwerkers de gepavaseerde mast overeind te plaatsen. Klaar voor de openingsceremonie. Zaterdagmiddag. De harmonieorkesten van de Steenkolenhandelsvereniging en van de margarinefabriek zijn na marsen door de stad gearriveerd op de Koolsingel, waar de showband Ahoy al is opgetreden. Horenblazers van de Marinierskapel geven aan burgemeester Thomassen het sein dat hij de vlag, nee, de bezem, als symbool van de campagne kan hijsen. Op ritmische gymnastiek vermaken 120 turnsters van het Vlaardingse Hollandia het publiek. De burgemeester stelt de orde van de zilveren bezem in. Dat versiersel, behorende tot de orde, wil hij aan voetbalkeeper Eddy Pieters Graafland uitreiken, omdat hij zijn doel zo mooi schoon weet te houden. Maar dat krijgt hij pas als hij zijn kunst ook op de Koolsingel kan tonen. Het blijkt een zilveren dagspeld. Begeleid door leerlingen van de havenvakschool en huishoudschool komt de Roadhap in de parade groots opzetten met een uitgelezen collectie rollend materieel. Terwijl Eddy Pieters Graafland voor oud en jong handtekeningen moet zetten. Muziek op het stadhuisplein en de jeugd in de afwachting van circus acts en een ballonnenwedstrijd.
gauw je naam en adres invullen op het kaartje. Want als jouw ballon het verste wegkomt, krijg je een prijs. Helaas, niet iedere ballon komt ver. Rotep moet nu samen met de scholieren de koolsingel weer bezemschoon maken en hopen dat de actie geholpen heeft.